Hoi, hoi. Sorry. Sorry. Nou, ja, het gaat weer helemaal goed. Hallo, hallo, ik ben er. Ik ben er. En jullie weten het. Dit zijn omstandigheden, druk. Ik werk 4 dagen. Dat mag ik niet zeggen. Ik heb er net iets weggeknipt en dan moeilijk. Sinds de situatie in de wereld bestel ik online via de Albert Heijn in dit geval. En die komt dan op dinsdag, maar ik werk op dinsdag. Dus dan komt de Albert Heijn even snel. Dan doe ik alles snel in de supermarkt. Weet je, opbergen. Maar ik ben aan het werk. Dus echt een filmpje maken, dat gaat natuurlijk ook weer niet. Weet je, het is natuurlijk wel, zeg maar, ik snap dat jullie denken, ah, het is maar 10 minuten. I get it. Maar toch, je komt dan uit je flow. Dus dat is niet handig. Maar ik heb eigenlijk besloten om de online boodschappen ietsje minder vaak te laten komen. Ook omdat ik merk dat ik gewoon meer geld kwijt ben. Ook daarnet weer, weet je. Random, jullie krijgen het zo direct weer te horen. Maar goed, ik heb zo'n heel klein plukje Albert Heijn. Ik doe het zelf, hè. Dus heel klein plukje Albert Heijn was 30 euro. En de Lidl was 55 of zo. En dan denk ik, ja, weet je, hoe kan dat? Hoe kan dat? Maar goed, hoe gaat het met jullie? Hallo, het is zo lang geleden. Hebben jullie vragen? Stel ze vooral hieronder. En dan misschien doe ik wel een Q&A of zoiets dergelijks. Want het is echt, het is veel te lang geleden. Dus, ik lees het allemaal wel gezellig. Wat jullie zo direct gaan zien, is sowieso een boodschappenhol eindelijk weer, jee, in 2 delen. Dus ik ben vanochtend naar de Lidl en naar de Albert Heijn gegaan. Albert Heijn was niet de bedoeling, want die is dinsdag geweest met allerlei dingen. Maar ja, dan gaat dat weer zo en dan pak ik weer allemaal dingen en dan heb ik veel te veel geld uitgegeven. En ik ga vanmiddag, maar ik moet naar de tandarts en daar is een Dirk van den Broek in de buurt. En die heeft altijd aanbiedingen met wasmiddel en dat soort dingen. Zo. Dus daar ga ik ook naartoe en dan hoop ik dat ik niet trap in de snacks. Want dat is hier vandaag een beetje, don't judge. Of judge wel, weet je. Ik bedoel, ga los. Ik weet het. Het is een heel ongezonde hol, is het. We eten redelijk gezond. Ik heb ook van alles in de vriezer en in de koelkast nog. Groentes en dat soort dingen. Want dat zie je vandaag niet zo heel erg terug. Maar de kinderen zijn weer terug naar school. Dus ik heb ook heel veel snacks. Denk ik, soort van om terug naar school. En ze zijn nu echt aan het puberen. Dus die komen echt om 9 uur naar beneden. Maar mama, heb je nog wat eten? Mama, ik heb trek. En ze hebben nooit zin in een boterham. Weet je? Dus ik ben een beetje aan het kijken van wat moet ik nou kopen? Nou, dat is vandaag soort van mislukt. Want, nou ja, de troep. Ik zit heel erg aan te denken om een airfryer te kopen. Daar zat ik al aan te denken. Omdat soms wij, als we al patatjes eten, ik denk dat het 1 keer in de maand is of zo, dan maak ik ovenpatatjes, maar dat is dan net niet knapperig, vind ik. En als ik bijvoorbeeld, als we wel eens familiefilmavond hebben, nou dan weten jullie dat, dan eten we snacks en frikadellen en kroketten, weet ik veel wat allemaal. Dat bak ik allemaal in de koekenpan met olie op zich. Het gaat allemaal, maar moet ik een airfryer kopen? En zo ja, welke? Dat is dan ook interessant. Hè? We zijn een gezin van 4. Ik zie dan dat XL. Maar is dat dan ook echt? Of moet je het alsnog in porties doen? Want, nou goed, blaad heel verhaal. Aanschouw mijn hol. Nou, ik begin. Ik ben eerst naar de Lidl gegaan. Het was lekker vroeg. Het was lekker rustig. Vorige week was het heel erg heet. En vandaag is het trouwens ook heel erg warm. Maar vorige week was het heel erg heet. Toen was ik echt er al om 7:30 of zo. En toen dacht heel Amsterdam, ik ga ook. En dus ik was een beetje angstig, want ik was nu ietsje later. Maar het was helemaal niet zo druk, dat is niet erg. Nou, ze hebben brood voor 25 cent. Nou, normaal zou ik dit niet, ik hou niet zo heel erg van supermarktbrood. Maar als ik tosties of zoiets dergelijks maak, dan koop ik vaak Casino. En dit was 25 cent. Nou, morgen tosties maken, hartstikke leuk. Wraps. Ik ben van plan om, we eten sowieso wel 1 keer, of 1 keer in 1 à 2 weken eten we burrito's. Ik lust dat niet, maar ik ben van plan om extra te maken en dan in de vriezer te doen. Zodat, het is vooral Mika die heel erg trek heeft, Matteo ook wel, maar die eet dan sneller een boterham of een appel of iets dergelijks. En die kan hij dan onder de grill doen. Ik heb zo'n, weet je, zo'n panini grill. Dus dat werkt heel erg goed. Dus ik heb 2 pakken. Nou, de salted sticks zijn voor Matteo, want die vindt hij lekker. Dit is heel erg random. Baked beans in tomatensaus. Ik lust dit echt niet. En Mark die had dat vroeger, voordat hij mij kende, dus dat is echt al heel lang geleden, want we kennen elkaar al eeuwig, vond hij dit wel lekker. En het was 46 cent. En ik dacht, weet je, ik neem het gewoon mee.
misschien kan ik eens een keer wat voor hem maken. Misschien ook niet. Je weet het niet. Dus, maar goed, random. Volle yoghurt, de jongens die krijgen 's ochtends yoghurt met muesli. Ik kocht altijd de premium muesli, nog wat van de Lidl, in een zwarte zak. Maar toen zag ik deze, crunchy muesli. En dat vinden ze sowieso lekkerder. Maar hier zit gewoon minder suiker in per portie. Dus toen dacht ik, nou, dan neem ik dat maar mee. Hierachter zien jullie trouwens nieuwe Systema bakjes. Ik geef de jongens lunch mee. Ik maak de lunch ook voor de jongens. Ja, ze kunnen het allemaal hartstikke goed zelf, maar ik doe het. Maar ik heb nieuwe bakjes gekocht. Deze zijn iets kleiner, vond ik. Ik heb natuurlijk deze. Ja, dat kunnen jullie natuurlijk weer niet goed zien. En ik heb nog andere, maar ja, die hebben ze nu mee. Dat is zeg maar dezelfde als die, maar dan ietsje kleiner. Dus ik wijs die kant op en dan kunnen jullie natuurlijk helemaal niet zien. Dus het is handig. Ze hebben natuurlijk, Mika zit nu in de derde en Matteo zit in de vierde. En ze hebben ander soort tijden. Bijvoorbeeld Matteo die moet maandags om, weet ik veel, 1, nu van 1 tot 5 of zo op school zijn. Maar ja, dan heeft hij al geluncht in principe. Maar ja, hij heeft misschien wel dan nog zin in een snackje. Dus ik heb ook zo'n snackdoosje gekocht. Ik zal even dat andere, had ik dat al gezegd? Ik ben nu alweer kwijt dat ik het gezegd had. Een foto van die andere plaatsen, want die jongens hebben het natuurlijk mee. Nou goed, dan stokbrood. Ik had heel erg zin in Hema-worst op brood. Mark en ik die lunchen weer voor het eerst in maanden samen. Maar ik kwam in de Hema en toen lag er nog zo'n eenzielige verschrompelde worst. En toen dacht ik, laat maar. Maar goed, daar ging ik dus ook dan zo direct in de fout bij de Albert Heijn. Want dat vertel ik zo. Nou, ik heb dus die muesli gekocht. Hij was ook nog eens goedkoper. Ik weet je, ze eten dat 's ochtends. Ik vind het prima. Dan heb ik 8 brioche broodjes met chocola gekocht. Voor een snack mee naar school. Chocolade croissants voor een snack mee naar school. Deze voor die, die doe ik dan in de broodrooster. Snij ik in, weet ik veel, 6, 8 of zo. En dan doop ik in de hummus. Lekker. Dan heb ik 2 heel veel snacks, jongens. Echt, het is alleen maar eigenlijk. Maar goed. Frikadelbroodjes voor Mika voor vanavond, vanmiddag. Want die vindt hij lekker. Dit is een pretzel voor Matteo. Dat vindt hij lekker. Even kijken. Ik kocht altijd appels in een zak. Die zijn echt voordeliger. Maar ik moest meestal de helft weggooien. Ik gooi nooit wat weg. Maar ik maakte er dan appelmoes van. En dat was dan net, weet je, net niet. Dus ik koop nu dit soort appels. Dit wordt namelijk gewoon opgegeten. En dan geef ik liever wat meer geld uit. Dan dat het echt zeg maar met smaak wordt opgegeten. Dan dat het net is. Een hele bak met pruimen. Die vind ik heel erg lekker. Dus daar ben ik blij mee. Ook een soort snack. Geen idee. Een prei. Dit is voor een gerecht waarvan ik niet meer weet wat voor gerecht het is. Maar ik weet dat ik er een prei voor nodig heb. Mozzarella. Ik maak elk weekend, elke zondag eten we. Of de mannen, want ik hoef dat niet echt. Stokbrood caprese. Dat is met pesto, mozzarella en tomaat. Hartstikke lekker. Dus daar heb ik mozzarella voor nodig. Dit, random. In de aanbieding. Je had ook van die flesjes. Nou, dan ben je 2 keer. En dat was 3 euro of zo. En deze was 2. En daar zitten 5 tabletten in. Dus ik dacht, dat is mooi. Krieltjes een keer voor een gerecht. Engelse drop. De snacks waren heel erg op. Dus dat, hè. Vandaar dat jullie zo, dit soort snacks. Niet dit soort snacks. Dit had ik niet moeten doen. Toch gedaan. Fudge heb ik ook gedaan. Mark die wilde graag chocoladepinda's. Dit is saté voor een keer als ik nasi ga maken. Dit heb ik voor Mika gekocht voor in de vriezer. En die kan dat dan 's avonds snacken. Dit is voor Mark. Die eet Griekse yoghurt. Hij eet gewoon al maanden deze hoor. Maar ik was weer in de Lidl en ik zag dit weer. Dus ik nam het mee. Er werd geklaagd dat ze geen toetjes. Dat ik geen toetjes meer kocht. Dat klopt. Want ik eet geen toetjes. Maar zij vinden dat wel lekker. Dus ik heb moes gekocht. Dan dit. Geen idee. Het moet volgens mij in de oven. Geen idee. Ook een snack. Ik heb zomerasters gekocht. Je hebt ook winterasters. Of herfst, sorry. Winter niet. Herfst. Ik denk dat het verschil is dat herfstasters, die zijn altijd een beetje herfstkleurig. Hè? Een beetje bruinig. Dus dat. Nou, en dit was dus. Ik weet niet, waarom focus die steeds niet? Ik ben het niet meer gewend, hè? Dit was 55 euro. Oh, nee. Jullie denken, dat is wel heel goedkoop. Gaat daar een poes helemaal los? Sushi. Gaat goed. Is alles goed met jou? Eventjes zo, hi. Ja, maar een beetje hups. Een beetje hups vandaag.
Lofs. Nou, oké, dat was de poes. Heb je vlooien? Denk ik van, oh, is grappig, maar je hebt gewoon je vlooienbaal. Nou goed, ik heb nog 2 van die hele grote pakken toiletpapier gekocht. Maar die liggen nog achter in mijn auto. Ik kon niet alles meenemen. Toen ging ik dus naar de Albert Heijn. Nee, wacht even. Toen was ik bij de Lidl geweest. Toen dacht ik, oh, dan ga ik de Hema-worst kopen. Nou, die was er niet. En toen dacht ik, oké, nu heb ik niet iets lekkers. En heel soms, ik denk dat mensen nu helemaal gaan gruwelen. Heel erg soms heb ik zin in lever. Heb ik daar behoefte aan? Mijn moeder bakt nog wel eens kippenlevertjes voor me. Heel af en toe. Maar ik had er nu ook behoefte aan. En ik had natuurlijk dat stokbrood gekocht. Dus ik heb lever voor mezelf gekocht. Zo, hallo, lever. Nou, hartstikke lekker. Filet américain voor Mark. En toen, ja, dacht ik, oh, spullen. Nou, dat werkt altijd. De eieren waren op, dat was ik vergeten. Ik wilde Nutella kopen, want daar vroeg Mika naar. Ik weet niet, hij focust heel slecht, jongens. Ik doe mijn best, maar hij vindt de achterkant leuker dan deze Nocilla. Nou, de Nocilla, daar stond op palm oil free. En ik ben voor de verpakking gegaan. Ik dacht, oh, palmolie free. Misschien zit er allemaal verder hartstikke veel troep in. Maar in ieder geval geen palmolie. Dus deze heb ik gekocht. Drop. Dan was deze 35% korting. Nou, dat gaat altijd wel op. Nou, nog meer toetjes, want klachten. Deze vond ik wel grappig om mee te geven naar school. Kaas, omdat het weekend is. De sportlife is eindelijk op. Ik heb ooit eens bij de... soms als ik naar de macro... De macro heeft zo'n... zo'n opruimingsgedeelte. En vroeger was het helemaal gaaf. En nu stoppen ze er elke keer dingen in dat ik denk, nou, hoeft niet. Maar als dan een verpakking kapot is of weet ik veel wat allemaal, dan maken ze zakjes. En dan kan je echt voor een appel en een ei soms dingen kopen. Dus ik had echt heel lang geleden 13 pakjes Sportlife voor 2 euro of zo kunnen, op de kop kunnen tikken. Maar dat is nu op. Dus ik heb Sportlife gekocht. Want dat vind ik toch wel fijn om in mijn tas te doen. Krusli. Ik had de verkeerde Krusli voor Mark gekocht. Mark eet Krusli. Chocolade vond hij niet lekker. Maar met appel wel. Dus die heb ik gekocht. En wat chips. Nou, en dit was 30 euro. Ik heb er een mening over. Maar goed, ik ga niet afsluiten. Want helaas ga ik straks weer boodschappen doen. En dan ga ik weer geld uitgeven. En hopelijk... niet al te veel snacks. Maar ja, weet je, ik ben een beetje in de snack... Oh, ik zie dat mijn kind zijn eten is vergeten. Oh, dan kan ik gelijk het bakje laten zien. Nou, dat is helemaal niet leuk. Ik ben helemaal enthousiast, maar dat is het helemaal niet grappig. Nou, goed. Dit is dus het andere bakje. En deze is wat platter. Ik vind dat wel prettig. Die heeft, zeg maar... Oh my god, ik... Wacht, fan staat aan. Hier, dan kan je 4 boterhammen en dan, nou, in dit geval had ik even deze als snack, want ik had niet zoveel snacks. Maar dit vind ik ook wel een hele fijne. Want ze moeten zoveel, daar ben ik. Ze hebben zoveel boeken en dingen en zo weer mee te nemen. En als ik dan zo'n hele grote bak, want ik heb ook deze, maar nee, maar ik heb veel bakjes. Deze, die vind ik ook fijn, maar die zijn net even, weet je, dit is net even een bonk. Dus, ik ga niet afsluiten, want jullie zien zo direct de Dirk van den Broek. Maar ik ga het wel opruimen. Dus tot zo direct. Nou, ik heb weer dingen gekocht hoor. Deze, weer snacks. Ik zie toch helemaal niks zo. Zo, kijk, en deze voor Mark. We waren dus laatst in de DM. Dat heeft niemand gezien, maar we waren bij de DM. En toen ging Mark heel veel dingen voor zichzelf kopen. Heel veel dagcreme, dus 5 potten of zo. Behalve... dit. Dus dat heb ik nu alsnog gekocht. En deze was Drew Barrymore. Zei, oh, is geweldig. En ik ben gewoon een sucker voor dat soort dingen. Dus dat is onzin. Voor Drew Barrymore? Dat ook. Drew Barrymore is leuk. Hey! Hoe is het met jou? Goed. Heb je fluitje nu? Ja, tinnitus. Zij is ook ons fluitje. Want zij fluit altijd als ze... Mark, ga jij eens even laten zien wat ik in de Dirk heb gekocht. Oh, kijk, dit is trouwens nog... Hè? Nee, ja, dat had ik... Dit was vanochtend al. Dus deze heb ik ook vanochtend. Nice! Dat zijn dus de betere hoeveelheden. Nou, het zijn hele grote rollen. Ik ben eigenlijk een beetje... Te veel rol. Ja, ik ben een beetje in shock. Maar goed, ik heb het zelf verpakt hoor. Die shampoo. Oh, oké. Ga je laten zien? Wacht even, ik kan niet meer naar achteren en jij gaat naar voren. We draaien om, kom. Dat is handiger. Weet het ook alweer? Nou, maar als het... Tataat. Scourchette? Nog een keer? Ja. De poes is heel snel weggerend, hè? Die was heel bang. Ja, nee, snap ik. Hey. Courgette, 3 voor een euro. Courgette. Heel goed. En bananen. Je moet het wel aan mij laten zien. Oh. Roomyoghurt? Ja, nog meer toetjes. Ik kreeg namelijk, zeg maar, straf. 4 stuks, grote handen.
Hoe gaat het met jou? Oh, cookie? Cookie. Dat is een lievelingscookie. Broccoli. En nog een cookie. Dat is het lievelingscookie van Matteo. Ja, dat is een lievelingscookie. Die macadamian, wat is dat? Cookie macadamian nut dinges. Half om half? Nee. Houd toch je mond, man. Vind je jezelf nog niet vermoeiend? Nee. Ik vind jezelf erg vermoeiend. Nog lang niet. En kaas, het is jonge kaas. Ja, jonge het is, oké, hartstikke goed. Ja, we hebben nog een tas. Oh, we hebben nog een tas. Ja, maar dat is... Nou, dat dus weer. Oké. We zijn toch tostisch hier. We hebben nog popcorn. Met zout. Ja. Als het goed is, nog eentje. En twee... Wasverzachter. En twee... Oké, dus... Drie robijn. Voor, weet ik wel, 6 euro of zo. Dus dat vind ik dan weer een goede deal, hè. Silaan was 1 euro. Kattenmelk. Oh, dat vind ik zo lekker. Nog meer popcorn. Nou, dit is het. Weer veel te veel geld uitgeven. Hoe gaat het met... Nee, had ik al gevraagd. Heb je nog iets leuks te melden? We werken thuis. Ik heb het warm. Het is ook ik warm. Ik heb me ook warm aangekleed, want ik moest naar de tandarts. En ik vind dat je dan in ieder geval een beetje de verzorger moet zien. Ja, niet maar, met een korte broek naar de tandarts. Jezus, moeder, wat is toch warm. Ja. Ik kan er haast niet tegen. Alles boven de 22 vind ik al warm. Morgen is het minder warm. Dat zeg ik al een week, hè? Als het in de slaapkamer 24 graden is, dan moet echt de airco aan richting een graad of min 5. Want het is echt, het gaat nergens over. Hebben we ruzie over de airco. Echt. Dat moet echt, Marloes wil hem uit, ik wil hem aan. Is... Nee, ik hou van de airco. Nee, echt waar, ik hou van de airco. Maar hij wil ook de airco aan als het... Oh my god, maar. Zo. Wat denk je doen? Niks. Nee, we hebben geen ruzie over de airco. Maar hij gaat dan vanavond vast weer aan. Hij wil dan de hele nacht die airco aan. En dan denk ik, zet hem op een timer. Zet hem 3 uur aan, weet je. En dan, de hele nacht een airco aan is ook overdreven. Dat is ook niet goed voor onze elektra. Voor het milieu. Nee, elektra. Over ons. Oké, is niet goed voor ons. Maar ja, ik vind het wel lekker slapen. En ja, dat is het wel. En het is het wel waard als ik de volgende dag lekker kan werken. Ja, precies. Op een manier dat je denkt, hey, aandacht. Ja, precies, dat heb ik. Scherp. Ook. Maar goed, ik hoef niet te werken, jij wel nog. Dus... Ja, ik ga daar nou, dank je wel dat je eventjes een cameo in de boodschappenfilmpje deed. Nou goed, maar goed, dit was het. Ik heb in totaal iets van 110 euro of zo uitgegeven, toch weer. Maar goed, weet je, het is wat het is. Ik ga lekker editen en ik zie jullie wel weer een keer wanneer het is. Ik ben van plan... Ja, maar jullie weten hoe het werkt. Ik ben van plan om volgende week dus de puberlunches te filmen. En dat betekent dus dat jullie over anderhalve week ergens een filmpje zien over de puberlunches. Maar ja, jullie weten het, het is een vloed. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Smile for pretty!